Mijn naam is Peter Holvoet, alias Holvoet Hansen. Ik ben een dichter, een schrijver, voordrachtkunstenaar. We zijn 5 augustus 2009. We bevinden ons te Antwerpen, een van de meest vervuilde plekken van Europa. 45 jaar heb ik in Deurne gewoond. En ik woon nu in Berchem, hier aan het plein der traagheid, zoals ik het noem. We kunnen eens kijken. 5 jaar heeft men daaraan gewerkt. En is ooit uit een printer gerold. Een verloren kans voor de mensen uit de buurt. Geen petankbaan, nikske, hopeloze verkeerssituatie. Maar dat is niets, nog niets op 1000 in vergelijking met de lange Wapperbrug. Stel je voor dat je zo'n huisje hebt zoals hier. En daar waar nu, we gaan eens kijken naar het leegstaande postgebouw, daar komt dan ineens de lange Wapperbrug. 14 rijvlakken, 120 meter breed. Daar gaat de waarde van uw huisje. Maar hoe is het met het geluid gesteld? Geluid voor een dichter is belangrijk. De stilteplekken voor de gewone mens. Het lawaai en natuurlijk de vervuiling. U kent het woord fijnstof? Wel, binnen de 1500 meter van zo'n brug of eender welke autostrade heb je sowieso prijs. Ik ben geen longpatiënt, maar ik heb wel gevoelige longen als het zo heel drukkend is. Ozongevaar, veel verkeer, krijg ik het benauwd. Zeker met zo'n mooi zomerweer. Wat moet het zijn voor al die astmapatiënten die Deurne en Merksem arm is, bij wijze van spreken. Het is geen brug zoals men het tracht te verkopen, die mooie brug. Nee, het is een autostrade die men wilt bouwen, die men ons door de strot ramt met een peperdure communicatiemolen brainwashing. Een autostrade die gewoon de stad in twee gaat rukken op 2 kilometer van de kathedraal. Men heeft het niet over de op- en afritten. Men heeft het niet. Er is geen enkel voordeel aan de lange Wapperbrug. Alleen maar nadelen. De vrachtwagens die Antwerpen teisteren, die moeten voor een groot deel helemaal niet in Antwerpen zijn. Het is een doordraaischijf Antwerpen. Dus waarom moet het hart van de stad daarvoor getroffen worden als er zoveel goede alternatieven onderbouwd op ademloos.be te bekijken alternatieven zijn? Het enige wat nog overblijft is dat men kan zeggen, kijk eens die chique mooie brug. Maar dan zou ik zeggen, maar kijk eens naar de overkant. Waar is dat Sint-Annabos, het Noordkasteel, de groene long van Antwerpen? Enzovoort, enzovoort. Als het in Madrid ondertunneld kan, waarom niet in Antwerpen? Het is gewoon een schande hoe de mensen, en dat zijn niet alleen de hoogste functionarissen, hoe dat wij worden gebrainwashed door een peperdure campagne. Mensen, alstublieft, word wakker en we kunnen het verschil maken. Bijvoorbeeld, ik ben sterk verbonden met het Lappersfortbos, klein stukje bos in Brugge. Eerst werden de actiemensen schamper bekeken daar met hun geitenwolle sappen. Nu is men eindelijk in overleg gekomen. Hangt het nu van de overheid af? Na jaren werk, straten-generalen, al die mensen, ademloos. Het is mogelijk om Antwerpen ervan te overtuigen, de ogen te openen en de oogkleppen van BAM, wigwam bam, weg te halen en te zien. Kijk maar eens naar het oude postgebouw aan de overkant. Stel je voor dat je hier woont, in Merksem Deurne, en daar is die grote autostrade die onze longen zal verscheuren. En dan moet je dan nog weten dat het verkeer gaat verhogen na de crisis, zegt men. Het fijnstof
De drempel Europees is al overschreden nu in augustus jaarlijks. In Mechelen enzovoort, maar we zijn nog maar augustus. Wat gaat het binnen 20 jaar worden als alles nog altijd over die ringen moet gaan? Dames en heren uit Antwerpen, schrik wakker en laat uw stem horen. Weg met die, wat ik vroeger in mijn poëzie de duivelsbrug heb genoemd. Weg met die brug. Voor uw gezondheid, maar meer nog. Voor de gezondheid van uw nageslacht, voor onze kinderen en kleinkinderen, alstublieft. Schrik wakker en surf naar ademloos.be.